Ook iets dat op tafel lag? Ja, het is een moeilijke beslissing. Maar goed, als je die spelers dus in de competitie niet bezig bent, kan je ook je eigen sport aan kapot maken. En het is natuurlijk een heel erg moeilijke zo stabiel in zijn shot, maar hier begint hij toch met 2-3 punten. Ja, mooie atleet aan 2 meter en 3, ook niet klein voor een vleugel. Nakic die het contact zoekt, iets te geforceerd, maar die bal gaat toch binnen. Wil daar de voorsprong voor Chalala zwaar. Ja, slechte defensive rebound van Oostende. Sila die niet wil shotten, maar nu de drive weer van Nakic. Ja, mooi, Eurostep. Goede scorer, een vechter ook. Man met ervaring, ook de kapitein bij Charleroi. Een van de vele Belgen in het team van Rotsaart. Rotsaart ook ex-Oostende. Ja, hij heeft er heel lang geweest. Hè? Ja. Ja, en dan Samad. Aanwezig. Ja, ja, ja. Het is iemand die heel gemakkelijk initiatief neemt. Absoluut. Ja, goed hoor. Weer. Julien met de rebound. Beschert zoeken. Beschert die baseline drive. En goed gevolgd van Lakic. Opnieuw en de N1. Ja, kunnen wij niet zien. Maar Tim is scorend, ja. Dat is een goede scorende speler natuurlijk, mag je hier ruimte laten. Nakic, Nakic, back-to-back, 3-punters nu. Boutouli loopt vaak, lijkt me dat, maar Gillet kan ontfutselen. Nakic opnieuw. Niet aan. Ja, ja. De oudste speler momenteel bij Charleroi. Ja, 20 punten. We zijn niet chauvinistisch, maar dat zien we niet graag. 10 punten nu. Nakic. Gaat het zelf. Met de double team, maar hij doet daar een mooie. Ja, mooie beweging. Ja, tempo is nu volledig uit de wedstrijd. Nakic. Ja. Met de 3-punter. Ja, het is.